van thuisbegeleiding met Denise. Dag Denise, spreek met Trudy Verstegen, dochter van mevrouw Verstegen Tissen. Ik heb geconstateerd dat je mijn moeders DigiD hebt ontvreemd. Klopt dat? Het is maar hoe je bekijkt waar DigiD inderdaad. Je hebt haar persoonsgegevens dus en haar identiteit gestolen. Zonder mijn toestemming, zonder haar toestemming. Nou, we hebben uw toestemming niet nodig. U hebt mijn toestemming wel degelijk nodig, want ik ben natureel gemachtigd namens mijn moeder als enige om tegen mensen als jullie te beschermen juist, zodat ze niet gedwongen gevaccineerd kan worden en de pijp kan worden uitgeholpen, huis uit kan worden gezet en bestolen kan worden. En dat doe je dus wel. En daarvoor hadden wij ook camera's geplaatst, enerzijds om haar te beschermen tegen vallen en anderzijds tegen intimidaties, manipulaties en bedrog door mensen die deelnemen aan de depopulatieprogramma. Waarom heb jij mijn moeder DigiD ontvreemd? Gewoon gestolen. Nou, die nodig hebben voor bepaalde gegevens. Die heb je niet nodig, want die werden bar. Hebben we wel nodig. Die heb je niet nodig. En wat jij doet is strafrechtelijk vervolgbaar. En ik wens je hierbij... Ja, ik wil je dat vragen direct terug te trekken. Want je bent bezig... Je bent bezig met fraude. Je hebt mijn moeders identiteit gestolen. Nou, we hebben helemaal niemand zijn identiteit gegeven. Jawel, want je hebt mijn moeders DigiD, dat is haar identiteit. Andere, alle andere dingen ook. Wat zeg je? Wilt u nog meer weten? Er liep een klacht tegen jullie. Daar ben je van op de hoogte. Daar reageer je niet op. Je ontvreemdt mijn moeders bankrekening. Wat zeg je? Dat zijn mijn leidinggevende. Heeft de klacht over mij ingediend en mijn leidinggevende neemt er verder op. Nee, want u doet dingen die u niet kunt doen. U overrolt mensenrechten, u treedt ze met voeten. En dat weet u. U bent strafbaar. U maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaad. Tegen de mensheid. Ja, ik ga me dit niet weer in de schoenen laten schuiven. Het is zo hoor, je weet waar je mee bezig bent. Op een normale manier met mij wil communiceren. Dit is een normale manier, want ik zeg je gewoon de waarheid. Ik zeg gewoon... Ja, maar als u dit soort dingen weer gaat zeggen, dan ga ik meteen ophangen. Ik heb er geen zin in, u heeft klaar op mijn ingediend. Mijn leidinggevende pakt daar verder op. Ik wil weten of dat mijn moeder jouw toestemming heeft gegeven. Ik wil weten of mijn moeder jouw toestemming heeft gegeven voor haar DigiD achterover te drukken. Ik wil weten of dat mijn moeder jouw toestemming heeft gegeven om haar DigiD over te nemen. Om haar identiteit door jou over te laten nemen. Daar wil ik een antwoord op. Heeft ze daar toestemming voor gegeven? Wij mogen als bewindvoerder en mentor mogen wij DigiD gegeven, omdat wij daarmee bepaalde dingen kunnen aanvragen. Toeslagen of wat dan ook. Daar hebben wij gewoon het recht op. Heb jij daar recht op of heb jij ook nog ergens het fatsoen in je hart zitten om te vragen of dat ik bepaalde dingen kan regelen? Om te zeggen, om iets te overleggen, want dat heb je vanaf dag 1 niet gedaan. Wij zijn bewend voor de mentor. Je hebt gezien dat daar een notariële volmacht ligt. Je weet dat die over jouw ding heen gaat en ook over die van de Rabobank. Desalniettemin. Niet volgens de kantonrechter. Wat zeg je? Niet volgens de kantonrechter. Wel volgens de kantonrechter. En de kantonrechter is doodleuk voorbij gegaan aan een verzoekschrift en een verweerschrift. Dus doe dat vooral. Wat zeg je? Als je het er niet mee eens bent. Als ik het er niet mee eens ben, dan ga ik naar de rechter. Ja, precies. Dan moet ik bij die rechter. Dat zijn allemaal vrienden van jou, man. Dat zijn allemaal kinderneukers, heb ik na 6 jaar onderzoek gewoon achtergehaald. En ze werken in opdracht van het Koninkrijk. En het Koninkrijk bestaat ook uit dit soort freaks. Fijne dag nog. Je bent een schoft, jij. Weet je dat? Zo, dat lucht op. Ik heb er alle reden toe om zo tegen haar tekeer te gaan. De vrouw is vanaf oktober drukdoende bezig geweest om mijn moeder van mij vandaan te houden. Om haar verzekeringen op te zeggen. Om haar DigiD te beroven die ze thuis heeft laten bezorgen en vervolgens gestolen heeft. Om huisvredebreuk te plegen. Mijn moeder valselijk te informeren. Om vervolgens haar inkomen achterover te drukken. En dan ook nog gewoon gelden van mij te vragen en te vorderen om haar te betalen. Eskes Leenaerts krijgt €300 per maand van een minimumpensioentje wat mijn moeder heeft. En een AOW'tje. Waarbij ik dus recentelijk, nadat ik... uit huis ben geboord op 1 februari 2021 uit noodvoorziening waar mijn moeder ingeschreven staat. En dat is hetgeen wat mevrouw Eskes Leenaerts nu met behulp van de Rabobank, waar zij werkzaam was, ook nog even onmogelijk wil maken. Zodat ik in de vrieskou moet kunnen komen overlijden. Dat is de reden dat mevrouw Eskes Leenaerts in samenspraak met Rabobank de Langstraat en Rabobank Boksmeer, getuige de rechtbank die voorbij is gegaan aan een verweerschrift en een verzoekschrift
wat gewoon in de prullenbak is gepleurd waarschijnlijk en zogenaamd te laat zou zijn ontvangen, terwijl ik het zelf heb ingediend, beeldmateriaal dat ik dat gedaan heb aanwezig is. Dit is iets wat ik dus al die jaren meemaak, dit soort friekjes van de staat, die dan weer met friekjes van de staat binnen dezelfde familie, binnen dezelfde Sionistenclub, mij aan detail kapot hebben gemaakt, alles hebben beroofd en nu ook nog uit zijn op het leven, inkomen en de vrijheid van mijn moeder en de verzorging die ik aan detail gedurende 2 jaar geregeld voor haar heb. 7 keer rode kool met haché. Samen thuiszorg. Overtreffende trap van de NSB. En uiteraard gaat en doet de Rabobank met hen mee. Notabene wegens censuur van deze post, geen grap, deze post met haché, nu dus voor mijn vrienden privé en in deze clip. Beste Denise Eskes Leenaerts. Zojuist werd ik verrast met boodschappen voor mijn moeder. Bezorgd door boerderijwinkel van Daasdonk, waar ik zelf naast bij Chris Kroks groente en fruit ook bestelde. Blijkbaar gaf ik jou wel het goede voorbeeld. In deze bestelling 3 keer rode kool met haché. Een maaltijd die ik gisteren, over datum, mijn moeder lust het, doch niet bedorven, dat staan 3 keer dezelfde maaltijd per week, dus 3 maal weg heb mogen gooien. In de koelkast staat nog eens rode kool met haché. En vandaag donk salade met witvis, die nu ook weer geleverd is. Zoals de keren daarvoor dat jullie mijn moeder mijn zorg onthielden. Zie foto's. Bedorven maaltijden, 12/12/2021. 3 keer rode kool met haché. Ik zou wensen dat je de geur van dit rottend eten kon opsturen. Zelfde bestelling aanhouden, tref ik aan op de nota. Welke idioot verzint het nu steeds hetzelfde voor te schotelen? Hieruit werd mij dus al snel duidelijk dat mijn moeder door Saam nu dus een eenzijdig eetpatroon wordt aangemeten. Sterker nog, hierdoor eet zij niet. Elke week 3 keer hetzelfde? Denise, eet jij dat ook? Schadebedorven voedsel, 24 euro minimaal, want er ligt nog een maaltijd rode kool met haché in de koelkast. Ik zag dat de thuiszorg daarnaast nog meer had weggegooid dat over datum is. Debet, Saam, thuiszorg. Notabene, begrijp jij Denise, dat als een jongere verpleegkundige of iemand die geen goed reukvermogen heeft, deze maaltijden voorschotelt aan mijn moeder, zij kan komen overlijden en dat de kans dat zij dit niet overleeft dus aanzienlijk is. 3 keer, 27/12/21, als uiterste houdbaarheidsdatum, nieuw binnen, rode kool met haché. Deze ligt nog in de koelkast, 20/12/21, rode kool met haché. In totaal 3 maal bedorven, 1 maal reeds over datum en 3 keer nieuwe, rode kool met haché. Waarvan meer dan de helft dus, moeten we doorspoelen en weg ermee. Er is geen koffie, geen wasmiddel, geen eten voor kerst. Saam, jullie treft opnieuw de blaam. Van het bewust mij onthouden van uitstekende zorg voor mijn moeder en het plezier dat ik daarin had. Het stelen van levensenergie. Hetgeen dat alle satanisten binnen WMO, jeugdzorg, staatszorg doen. Uit sadisme. De reden dat mijn moeder mij machtigde, is haarzelf te beschermen tegen. Gedwongen worden een niet-reanimeren verklaring te tekenen door artsen als een internist, Maasziekenhuis, die deel moet nemen aan het ontvolkingsprogramma, data- en klachtbehandeling aanwezig. Antizorg die haar berooft van vrijheid en inkomsten zoals door jullie, waarbij zij ook nog eens risico loopt op verhongering en vergiftiging, zie boven en in jullie mailbox. Gedwongen gevaccineerd te worden zoals RIVM en de staat het pleziert, drukdoende massapopulatie te bewerkstelligen. En prikgraag huisartsen als dokter Hofmeester die dit achterlijke beleid fanatiek ondersteunt, handelend met voorkennis, drukdoende met massamoord. Gelukkig ken ik genoeg wel echte artsen die niet letterlijk de Hippocrates-eid aflegden uit hypocrisie. En heeft mijn moeder een huisarts die ik wel vertrouw. Bestanden aanwezig, tevens door de heer Jean-Jean in de stukken aan de rechtbank aan u verzonden. Door machtsmisbruik gescheiden worden van haar kind, zoals met mij gebeurde, met mijn kinderen en jullie nu met mijn moeder en mij doen. Op basis van list, manipulatie en bedrog. Uit sadisme, gewoon orders opvolgend van andere lieden die liefde tussen moeder en kind niet kunnen dragen. En kikken op haat en kwaad en andere pijn doen
en van alle levensenergie beroven. Zie ook mijn website plus openbare aanklachten. Lastig gevallen worden door zorgtroela's die haar uit huis willen moveren en of haar boekhouding wensen over te nemen, zoals jullie, terwijl een accountant dit voor haar deed, om haar dan leeg te chasen en eigen kas plus de staatskas te spekken. Nogmaals, Denise, dringend verzoek. Alle openstaande bevorderingen van betalingen die ik voor mijn moeder verrichtte, om met jullie in conclaaf met de Rabobank mijn moedersrekening bewust om te zieken geblokkeerd te hebben. Als mede rectificatie van al jullie idiotie in diefstal van haar DigiD, inkomsten, herstellen van verzekeringen die je hebt stopgezet en beslissingen van bestedingen van mijn moeder over haar eigen geld en het pensioentje van mijn vader, Weile Martin Verstegen, in 2012 overleden. En last but not least, respect hebben voor gewoon voor mij. Als enig kind van mijn 86-jarige moeder die reuze blij was dat ik steeds vers voedsel voor haar kocht. Gewoon omdat ik weet wat ze lekker vindt. En wij daarover steeds belden wat zij fijn vindt met mij te doen. En ik haar nooit 3 keer hetzelfde zou voorschotelen. En omdat ik energie en plezier kreeg in hetgeen wat ik deed, om mijn moeder gewoon blij te maken. Met lekker eten, met Annie, met Ali, die ik beide zelfstandig regelde en waardoor alles op rolletjes liep, nadat de vorige thuiszorg, theezorg, mijn moeder voor 1000 euro's bestolen had. Hetgeen ook bekend is bij Rabobank. Theezorg, die uit sadisme mijn moeder bij mij wist te roven door haar in madeleine te willen stoppen, waar ik haar huilend ophaalde. Ze wilde naar huis. En nu trachten jullie exact hetzelfde als theezorg te doen. Gewoon, omdat ik echt ben, echt licht en jullie duister. Jullie kunnen liefde en saamhorigheid niet uitstaan. En daarom moet ik kapot gemaakt. Omdat ik mensen naar de klote helpen. Omdat ik mensen naar de klote helpen jullie beter smaakt. Wel bijzonder dat je dan als antizorg, manipulatie en depopulatiehelden jezelf saam noemt. Wat blijft het menselijke aspect? Waarbij mijn moeder en ik beide plezier hadden van het feit dat ik haar uitstekend verzorgde. Bedankt voor alle terreur. Echt. Murky Christmas. Change. Het verraas graag toevoegen aan de klacht en aansprakelijkstelling van additief nieuwe schade en aangifte doorzetten naar belanghebbenden. De openbare aanklacht met wens strafvervolging richting Denise, Eskes, Leenaerts vul ik verder aan en publiceer ik op mijn websites. Het samen, ik bestel voortaan weer om het eten voor mijn moeder, wat ik in juiste orde deed en een overleg met Ali en Annie, waar ik veel plezier en intensief contact had, en zend de factuur naar jullie. Dit alles is volstrekte waanzin en dat weten wij beiden. Deze bestelling voor nu aanhouden. Voor de ratten. Hartelijke groeten, best regards, bon sincère, mit freundlichen Grüße, Trudy Verstegen. Mama tegen de maffia.